Nu, dat was de gemakkelijke optie. De moeilijkere optie is via de webtab. En dan zie je, ah, hier is al een voorbeeld gemaakt. Laat ons terug een aantal andere foto's. Dus laat ons terug naar die foto's die ik van het autosalon had gemaakt. Deze. Als ik dan naar de webtab ga, dan zie je dat Lightroom zelf al een template heeft gekozen. Je kan hier bij de template browser, dus dit is eigenlijk wat je hier ziet, is een preview van de webpagina die gemaakt wordt. Als ik nu in de template browser, Square Gallery Templates Light, dat zijn gewoon vierkante afbeeldingen. En zo zijn er een aantal opties, dit zijn meer negatieven. Een grid kun je ook. Laat ons voorlopig in deze grid gallery template dark even gebruiken. Dus je kiest hier gewoon welke template je wilt gebruiken. En dit is echt een volledige preview van je website. Dus het is ook zo als je hier nu foto selecteert. Kijk, dan krijg je de grote. Nee, dit is dark. Als je hier een foto selecteert, dan krijg je ook de grote versie te zien. En de navigatieopties zoals die op de website zouden verschijnen. Nu je ziet, ik heb hier allemaal dezelfde foto's nog staan voorlopig. Ik heb hier nog geen selectie gemaakt van foto's. Dat zijn gewoon alle foto's die ik die dag genomen heb. De manier om een selectie te maken is hier bijvoorbeeld met een filter te werken. Als ik hier, hier onderaan mijn filter zet op alles wat gevlagd is in die groep. Dan zie je al direct dat ik enkel nog de, zelf werk ik met vlaggetjes, dan zie je dat ik enkel nog de foto's te zien krijg die ik eerder al geselecteerd of aangeduid had als goede foto's. Nu, qua filters kan je hier ook andere filters gaan plaatsen, zoals filters met een bepaalde rating. Of filters die juist geen rating hebben en dergelijke meer. Die rating gaat over het aantal sterretjes dat je geeft. Dus van het moment dat je één sterretje geeft, heb je een rating gegeven. Nu, je ziet al, dit zijn... dat is een beter voorbeeld van een website. Hier zijn al een aantal foto's, een selectie van foto's. Als ik dan de grote versie bekijk, kan ik hier van onder gaan navigeren. En dat is echt hoe dat uw website eruit komt te zien. Nu, hier aan de, dus wat dit betreft zijn we zo goed als rond. We hebben een collectie gemaakt, we hebben die gefilterd en we hebben een template gekozen. Dat is allemaal aan de linkerkant. Aan de rechterkant kun je dan nog de opties van je template gaan bepalen. Dus je kan een titel ingeven. De titel is bijvoorbeeld album van Hans. En dan zie je dat die titel hier van boven ook verschijnt op je template. Je kan de achtergrond gaan wijzigen als je wil. De boord rond de foto's en dergelijke meer. De grootte van de board zul je ook kunnen wijzigen, veronderstel ik. Border thickness is hier. De grootte van uw thumbs, ik kan die groter of kleiner gaan maken. En zo zijn er tal van opties om de layout van uw webpagina te gaan bepalen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een typisch een template wat lijkt op Instagram, bijvoorbeeld een square template, als we dan deze nemen. Ja, dat dit wel iets weggeeft van wat er eigenlijk op Instagram ook gebeurt. Je krijgt al je foto's in een vierkant formaat en als je dan selecteert, krijg je dan de grote versie te zien. Het is misschien aangenamer als dat een iets donkerdere achtergrond heeft. Ik kan floating header betekent gewoon dat deze titel hier bovenaan. Ja, die tekst zou ik sowieso al lichter nemen als ik nu de achtergrond veranderd heb. En als je dan naar beneden scrolt, dan zie je dat die header blijft hangen. Dus die blijft daar zweven als het ware. Dat is die floating header optie. Geen header tonen, dat is ook een optie. Je kan per foto kan je ook nog metadata gaan plaatsen.
of een titel. En dan, eens dat je de layout bepaald hebt van je website, is het vooral belangrijk dat je kunt gaan uploaden. Bij het uploaden moet je de settings bewerken. Dus hier upload settings, onderaan, FTP server. Dus dan ga je, hier ga je in feite een server gaan definiëren, een FTP server. Dan krijg je typisch een URL van, in de zin van ftp.udomein.be bijvoorbeeld. Een username en een wachtwoord en die geef je op in die FTP server. Dan kies je nog een subfolder, dus waarin de foto's terecht gaan komen. In die FTP server heb je ook al een folder gaan definiëren. En de folder die in die FTP server gedefinieerd is, was in mijn geval Lightroom. Dus daarom krijg ik als voetpad Lightroom/foto's. Foto's is hetgeen ik hier gedefinieerd heb. Dus dan ga je in feite op je website /Lightroom/foto's. Ga je dan deze content te zien krijgen. Je kan in feite als je een export uitvoert. En gaat die, ik zal hem even op mijn desktop plaatsen bijvoorbeeld. Dan gaat die HTML pagina gaan exporteren samen met de foto's. En dan kan je op je desktop. Dan heb ik hier test HTML export als een foldertje. Als ik hier op index klik, dan gaat de eerste pagina open. Ja, die is momenteel nog aan het exporteren. Dus dat maakt dat nog niet alle foto's al beschikbaar zijn. Maar deze drie zijn al beschikbaar. Die foto's staan ook gewoon, als je hier gaat kijken, staan die ook gewoon hier in de map images in de grote vorm en in de thumb vorm, waarbij dat de thumb gebruikt wordt om heel snel te laden. Er zijn nog een andere CSS en JavaScript pagina's nodig, maar de index is eigenlijk HTML. Als ik nu een refresh doe, zal er waarschijnlijk al een aantal meer foto's geladen zijn. Zo. Dus we hebben hier onze thumbs, als ik die dan, je ziet daar ook een hoeve rond, als ik daar dan op klik, dan krijg ik de grote afbeelding te zien waarbij dat ik kan navigeren naar de volgende. En daarmee zijn we rond.